Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, marktgericht onderwijs van groot belang voor local content. Overheid vraagt alertheid samenleving voor consumptie chocoladeproducten. Gronduitgifte komen wijnen is zekerheid die moet leiden tot productie. Database voor vissersvaartuigen moet illegaliteit in Surinaamse wateren indammen. Onderstation Menkendam ondergaat grote onderhoudsbeurt. En president Santokki staat tijdens bezoek aan Himayatul Islam Moskee stil bij sleutelrol vasten. Surinaamse bedrijven zullen concurrentievermogen en gereedheid aan de dag moeten leggen wanneer het gaat om de aanstaande olie- en gasindustrie. Het is nodig dat de markt hierop voorbereid wordt. In deze is marktgericht onderwijs van groot belang. Dit benadrukte president Chandrika Persat Santokki op donderdag 7 april bij de ingebruikname van 4 praktijklokalen op de LBO Meerzorg. Industriebeleid zal door Suriname gecoördineerd worden in CARICOM. En als we deze ontwikkeling volgen, ook hier in de regio, oil en gas, dat eerstkomende 20, 30 jaar deze regio, Guyana, Suriname zeker, beheerst gaan worden door de olie- en gassector. En misschien gaan wij in deze regio behoren tot de top 5 oil production countries in de wereld. Gelet op de hoeveelheden die er zijn. Dat moeten wij nu inspelen. Nee, we zijn al laat. Dan moesten we gisteren hebben ingespeeld met onze local content. Om onze local content, de lokale bedrijven, ready te maken. Om te competen met andere bedrijven. Competitiveness, readiness. Maar ook voldoen aan de internationale standaarden en normen. Om te kunnen mee participeren in die oil en gas. Want als je dat niet doet, dan pakken andere bedrijven jouw business af. En gelukkig zie je wel dat de local content, ja, komt als dat mijlijk sneller, harder. Maar de local content is niet alleen daar bij die drilling, bij die exploitatie. Het heeft een spin-off effect naar de hele samenleving. Men gaat woningen bouwen, men gaat hallen bouwen, men gaat stijgers bouwen, men gaat hotels bouwen. Men gaat restaurants bouwen, taxis zullen nodig zijn, toerisme zal komen. Zoveel andere bedrijven zullen komen. Als je wil weten hoe het gaat, ga kijken in het buurland Guyana hoe dat gebeurt. Dat er 5, 6 high-rises gebouwd al zijn binnen een jaar. En dat gaat hier gebeuren. En de markt moet voorbereid worden. En dit is wat moet gebeuren, ja. Ga naar marktgericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs. Precies zoals we dat gezegd hadden tijdens onze campagne. Dat we ons onderwijssysteem gaan diversifiëren. En zorg dragen dat we voldoen aan die markt. Want een deel van onze arbeidsmarkt verdwijnt al richting Guyana. Praat met de private sector. Dan ga je horen dat er nu een tekort is aan arbeiders. Hier moeten we snel inspelen. Minister, nog meer van deze scholen. Dat is de toekomst van Suriname. En heel wat mensen denken, ja maar, ik wil dokter worden, ik wil ingenieur worden, ik wil professor worden. In dit beroep kan je ook ingenieur worden, kan je ook dokter worden. Het zijn alle mogelijkheden. Je eindigt tot aan de technische faculteit van Suriname. Maar het zijn deze mensen die de ruggengraat, die backbone gaan vormen. En meer gaan verdienen dan die ambtenaren. Dus ambtenaren, meld je ook aan, laat je transformeren. Dat is een ander project wat we uitvoeren, public sector reform. Meld je aan trainen, zodat we je op een goede wijze kunnen begeleiden naar de private sector. Dat project staat ook op agenda. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt alertheid van de samenleving voor de consumptie van chocoladeproducten van het merk Ferrero. In meerdere landen is er momenteel sprake van een salmonella-uitbraak die mogelijk verband houdt met de voornoemde producten. Hè,
Het internationale Food Safety Authorities Network, InfoSan, meldt dat de producten ook naar Suriname zijn gedistribueerd. Dit netwerk heeft het ministerie van Volksgezondheid van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht. Intussen heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie actie ondernomen om consumptie van chocoladeproducten van het merk Ferrero in Suriname te voorkomen. Salmonella is een ziekmakende bacterie die voornamelijk kinderen tot en met 5 jaar, zwangeren, ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan treffen. De Economische Controledienst zal tijdens haar werkzaamheden streng erop toezien dat de chocoladeproducten niet ten verkoop worden aangeboden. Een belofte die een stukje zekerheid met zich meebrengt. Zo verwoordde parlementariër Evert Carto de uitgifte van grondpapieren op donderdag 7 april op Kommewijnen. Hij riep districtsgenoten op om te werken aan de ontwikkeling van het district. Zij zullen niet alleen daadkracht moeten verwachten, maar die ook moeten tonen, zelfvoorzienend worden en werken aan productie. Voor de vertegenwoordigers van de regering is dat een realisatie van een niet zomaar gemaakte belofte, maar één die een stukje zekerheid met zich meebrengt. Voor mij als volksvertegenwoordiger van het district Kommewijnen betekent deze dag heel veel. Het is niet makkelijk om als DNA-lid op het veld te zijn en alle noden aan te horen zonder iets te kunnen doen. Regering Santokki-Brunswijk, er staat nog steeds achter wat hij vaker zegt, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Helaas gaat dat niet altijd zo makkelijk dan gezegd, president, u weet het. Maar er zijn heel veel organisatorische zaken die goed in place moeten zijn, voor overgegaan kan worden tot het uitreiken van beschikkingen. Als ik u daarom steeds heb gevraagd geduld te trachten, dan snapt u mijn gevoel vandaag. En inderdaad, wij zijn er nog lang niet. Maar ik hoop dat met de aanzet van vandaag er zo nog andere dagen zullen volgen, waardoor niet alleen werken aan zekerheid het gevoel onder de bevolking zal groeien, maar wij tezamen werken aan de ontwikkeling die ons district nodig heeft. Laten wij niet alleen daadkracht verwachten, maar die ook zelf tonen. De president heeft het al eerder gezegd. Wij moeten weer zelfvoorzienend worden en een tijd waar het haast onmogelijk is te rekenen op de rest van de wereld, moeten wij gaan beseffen dat wij werken aan zelfproductie. Aan de ontvangers van de beschikkingen straks van vandaag wil ik mijn hartelijke felicitaties overbrengen met de hoop dat het zekerheidsgevoel zal bijdragen aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Gebruik uw grond nuttig. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is een project gestart om een einde te maken aan de illegale visserij in Surinaamse wateren. Samen met het World Wildlife Fund Guyana's zal er een databestand worden opgezet waarin de gegevens van alle vissersvaartuigen zullen worden opgeslagen. Beide partijen hebben op dinsdag 5 april een overeenkomst ondertekend.
Het project moet ertoe bijdragen dat er een eind komt aan de illegale, ongereguleerde en ongerapporteerde visserij in de Surinaamse wateren. In de database zullen alle vaartuigen die onder een geldige vergunning van het ministerie van LVV opereren, worden ondergebracht. Zo zullen onder meer de naam en het registratienummer worden opgeslagen, zodat elk vaartuig te herkennen kan zijn. Het zal dan ook mogelijk zijn om de zogenaamde spookboten in beeld te brengen. Deze vaartuigen vormen een enorme bedreiging voor de duurzame exploitatie van de visgronden en de bestaanszekerheid van legale vissers. Verder doen zij ook aan overbevissing van de visgronden. De 161 kV schakelinstallatie van het EBS-onderstation op Menkendam ondergaat momenteel een grote onderhoudsbeurt. Dit onderstation vervult een cruciale rol in de energievoorziening en kan gezien worden als het hart van het grootste elektriciteitsnetwerk EPAR in Suriname. Volgens de NV Energiebedrijven Suriname is het van belang om naast regulier preventief onderhoud ook specialistisch onderhoud te plegen aan de verschillende hoogspanningscomponenten in dit onderstation. Dit groot onderhoud loopt van 25 maart tot en met 15 mei. Aanvankelijk stonden deze werkzaamheden in de startblokken voor 15 maart 2020. Door de wereldwijde COVID-19-pandemie zijn deze werkzaamheden tot 4 keer toe uitgesteld. In maart dit jaar zijn er monteurs van het internationaal bedrijf Hitachi eindelijk naar Suriname afgereisd voor dit specialistisch onderhoud. Uitschakelingen gedurende de werkzaamheden zullen plaatsvinden bij een lage belasting. De werkzaamheden zijn echter zodanig gepland dat de klant geen ongerief hiervan zal ondervinden. Vasten vervult een sleutelrol bij versterken van positiviteit. De doelen van het vasten zijn zelftransformatie, zuivering en gehoorzaamheid aan de geboden van de Schepper. Het voorgaande, zei president Chandrika Persat Santokhi op maandag 11 april tijdens zijn bezoek aan de Himayatul Islam Moskee. Dit bezoek stond in het kader van de heilige maand Ramadan. Voorzitter, bestuur van moskee, bestuur, imam en erwaar imam en andere hajis, allen vandaag hier aanwezig in het kader van Ramadan. En ik voel me bijzonder vereerd om weer aanwezig te zijn. Samen met jullie, nu voor de eerste keer als president. En dat geeft al aan, als wij samen moeten bidden, dan moet er geen verschil zijn in functies en posities. We zijn allemaal kinderen van onze schepper, van Allah Ta'ala, en moeten allemaal samen bidden. Maar in het bijzonder bidden jullie ook voor goede gezondheid. Jullie bidden ook voor jullie familie. Jullie bidden ook dat het goed mag gaan. En als president bid ik ook elke dag dat ik kracht en wijsheid mag krijgen om het land goed te leiden. Om te zorgen dat de samenleving een goede toekomst heeft. Dat ik goede beslissingen mag nemen. Maar als we samen vandaag met miljoenen moslims bidden, in een periode waar miljoenen hindoes net hun Nowratri gehad hebben en miljoenen christenen ook in gebed zijn, dan geeft dat alleen ons meer kracht en meer zegen. Laten we in gebed blijven. En laten we ons Allah Ta'ala vragen om ons te leiden op een weg die ons moet brengen naar geluk. Die ons moet brengen naar welzijn. Die ons moet brengen naar welvaart voor ons allemaal. Oh.
vaste is. Je moet van zonsopgang tot zonsondergang onthouden van voedsel en drinken. En ook geen overmatige speeksels inzikken. En je gedachten moeten niet gaan aan kwade dingen en onreinheid. Dus je moet altijd een beetje vroom zijn. Oké, vroeger voor de COVID kwamen we ook met de vrouwen die bepaalde activiteiten. Maar door die COVID zijn die dingen een beetje weggevallen. En na 2 jaar pas zijn we hier weer ingekomen om weer om te ontvasten gezamenlijk. Door de COVID konden we niet doen. Dus ten aanzien van de andere moskeeën, als ze de ruimte krijgen om te kunnen vasten gezamenlijk met de moskee, kunnen ze dat alsnog doen, maar ze moeten rekening houden met die COVID-maatregelen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Meest barmhartige en meest genadige, hun zijn vrede zegenen, rusten op u als landgenoten. U weet misschien wel dat de maand Ramadan is om te vasten. En vasten is één manier om ons geestelijk te verheffen, te versterken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, la'allakum tattaqoon, hopelijk worden jullie muttaqoon, betekent dat jullie de rechten, de verplichtingen nakomen en de verboden achterwege laten. Laat mij dan bij deze kant ook hopen dat de mensen er goed gebruik van maken om ook de positieve kant van vredig zijn met de Heer daarboven, ook vrede te kunnen leven met de medemens. Salam alaikum. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.